Vandaag gaan we maken Thaise rode curry. Ik heb de kip vast in water staan, maar jullie gaan straks zien waarom. Omdat ik dit zo makkelijker vind. Deze groenten die ga zometeen fijn snijden. En dan samen met de kokosmelk, de pasta en de kip wordt het een curry. Het snijwerk, dat moet je maar zelf doen zoals je zelf wil. Ik zie jullie zo weer. De groentes die zitten nu dus in de pan. Dat was ik nog vergeten. Waarom ik de kip dus kook, is omdat je dan een beetje pork chicken krijgt. En ik vind dat mooier in de curry dan de blokjes. De curry is inmiddels aan het pruttelen. En voor de mensen met pit, hier is de rode peper. Ik doe hem er nooit bij, omdat mensen die het dus niet heet willen hebben, er dan ook van kunnen eten. En dit is hem uiteindelijk geworden. Afmaken met een beetje peterselie. En de pepertjes. En deze is zonder pepertjes, want niet iedereen die wil pit. Mooi, tot de volgende video.